Vandaag eten we Afghaans. Hoi allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Wij gaan weer een mukbang vandaag opnemen. We hebben vandaag een heel speciale voor jullie, namelijk een Afghaanse mukbang. We hebben nu echt heel erg trek. Vandaag hebben we echt zoveel trek, niet normaal. Dus we gaan gewoon gelijk starten en daardoor. Op dit moment blijft magisch. Oh, mag ik water alsjeblieft? Super mooi water. Wat hebben we al op het menu van vandaag? En wij hebben vandaag Afghaans besteld. We hebben het echt heel lang niet gegeten. Maar wij vinden eigenlijk over het algemeen Afghaans best wel lekker, hè? Zeker. Zeker. Ik weet nog volgens mij de allereerste keer dat wij, denk ik, Afghaans hebben gegeten was in Beverwijk. Oh, is dat? Ja? Als ja, toch? Ja, klopt. Dat was onze allereerste keer in Beverwijk. Je hebt er nog een foto van. Toen gingen we, Afghaans eten. Toen hadden we volgens mij ook zo'n rijst gekregen met een stuk vlees. Ja, maar toen volgens mij hadden we gele rijst. Ja, klopt. Maar dat was ook heel lekker, hè? Ja, het is lekker, man. Maar ik ga even uitleggen wat wij hebben besteld. We hebben dus Afghaanse rijst besteld. Het ziet er zo uit. Er zitten wortelen in. Hoe heet deze ding ook alweer? Rozijnen. En volgens mij is het ook best wel gekruid. Ziet er heerlijk uit. Dat is zo mooi gepresteerd. Biryani. Ja, iets anders. Wij gebruiken sowieso nooit echt wortel in onze rijst. Ook andere smaak. En een kleine salade. We hebben hier linzensoep. Die had ik al van tevoren gemaakt. We hebben een mixed grill. Dat ziet er echt heel goed uit. Oh man. Ik heb het echt heel lang niet gehad. Ik heb volgens mij echt nog genoeg voor vannacht. We hebben hier van die lumpia's en deze heette sambosa. Hier zit kip in. Ach, sambosa. En dan hebben we hier manten. Met het Afghaans noemen ze dat manten. Mantou. En... Oh ja, tuurlijk. Mantou. En die van hun smaakt ook iets anders, maar ik vind deze ook echt heel erg lekker. Turks is een beetje allemaal zo klein, toch? En deze is gewoon echt heel erg rijk gevuld en groot. Is die yoghurt daar hoor? Dat je hem zo erover in doet? Nou, weet ik eigenlijk niet. Maar is het al yoghurt of reep? Ik vind het wel lekker zo. En ik heb hier gewoon lekker aardappelen. En volgens mij is het in tomaten, zoals met curry of zo. Maar het ziet er ook heel erg lekker uit. Vegetarisch. Ja. Ik heb en natuurlijk op zijn naam. En lekker brood. Ah, dan kan je brood wel met de soep in. Ja, heerlijk. Maar het is toch zonde, je kan met kebab eten. Maar bitjes. Starten met soep. Je proeft zo lekker, hè? Oh ja, ik wil nu ook. Nu besef ik de soep toch? Mm-hmm. Echt, deze soep blijft echt een van de lekkerste soepen ever gewoon. Zo gek, ik was gewoon die vorige mukbang aan het kijken. Mm-hmm. En op een van de manieren, zeg maar, genoot ik er weer van. Zeg maar, toen ik er terugkeek, kreeg ik gewoon echt zo'n watermond. Mm-hmm. En het is gewoon leuk om de mensen te kijken die eten. Mm-hmm. Op een of andere manier, ik weet niet waarom. Ik had ook gelijk geappt van, oh ik heb gewoon weer zin in die kipzwarm. Ja toch? Die kipzwarm was niet normaal, man. Hij was ook echt gewoon heel lekker. En ik zag ook iedereen recept vragen. Ja? Mm-hmm. Dus ik denk ook dat het lekker overkwam, zeg maar op beeld, gelukkig. We moeten sowieso met hem gewoon nog een keer eten. Mm-hmm. Tijdens deze ramadan. We staan op dag 9, hè? Ja, het gaat wel heel snel, hè? Het gaat echt snel. Echt lekker. Maar het gevoel dat het tot nu toe goed gaat, zeg maar, qua voeding. Nee, ik vind dat wij wel, zeg maar, gezonder kunnen eten. Ja, dat sowieso. Kijk, ik heb sowieso één dag gemist toen ik naar familie ging, maar... Mm-hmm. Qua voeding kunnen wij het wel beter doen, vind je niet? Ja, wel gezonder. Ja, ja. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja, ik wil ook wel gewoon een beetje genieten ofzo. Mm-hmm. Dat is maar één keer per jaar dat je echt een ramadan hebt, dus je mag er ook wel van genieten. Zeg maar, we zijn al heel het jaar door, dat is lekker. Heel het jaar door, soort van op dieet de hele tijd. Mm-hmm. En op onze voeding aan het letten. Het ziet er van ook echt lekker uit, dus echt met groenten erin. Heerlijk. Wat ik bij Afghanen altijd heel erg leuk vind, mm-hmm, met eten, is dat ze alles heel erg rijk vullen, weet je wel? Ja, ja. En zo kan ik het weer zo snel vol raken. Lekker, oh, hier zit ook nog rijst bij, joh. Mijn god. Die rijst is lekker, jongen. Ja? Oh. Ik heb natuurlijk voor deze video ook weer een beetje vragen opgezocht. Het is heel moeilijk om vragen voor je te verzinnen. Ja? Ja, ik weet alles al een beetje, dus ik probeer nog een is soort rijst? Van... Ja, een beetje. Wil je proeven? Ja. Dat is echt lekker, man. Mm. Zo. Mm. Ook een beetje zoet, hè? Ja, toch, maar ja, dat kan natuurlijk zijn. Nee, maar gewoon de rijst zelf. Ja. Vind je niet dat het zoete smaak heeft? Mm. Oké. Okay. Ja. We gaan even met een paar simpele vragen. Beginnen. Wil jij liever een huis bij het strand of in de berg? Of bij ons eigenlijk in het bos? Ik denk als je een huis aan het strand hebt, mm-hmm, heb je wel een nadeel dat het druk kan worden. Ja.
In het bos heb je dat niet. We hebben echt alle rust. In het bos heb je echt alle rust. Maar als ik mag kiezen voor een huis met een privéstrand, gewoon voor mij, ja, zou ik wel daarvoor gaan. Ik zou het wel fijn vinden om elke ochtend zeg maar te beginnen met een duik in de zee. Ja, maar dan moet het ook echt. Je moet ook een juiste bestemming hebben. Ik heb bijvoorbeeld strand in Nederland, daar wil ik echt niet wonen. Nee, nee, maar ik bedoel zeg maar echt Bali bijvoorbeeld, je weet toch? Mm-hmm. Dat zou ik echt lijp vinden. Ja, maar daar wil je ook niet in het bos zijn. Nee, precies. Oké, maar ja, nu moet je weer denken in Nederland. Oké, als ik in Nederland moet kiezen, dan bos. Een mooi huis aan het strand of een mooi huis in het bos? Voor Nederland bos, man. Ja. Hè? Strand heb je toch niks aan, het is niet nooit lekker weer. Nee. Bos is dan tenminste nog gezellig, kan je zo'n vuurtje maken voor jezelf, weet je toch? En het is gewoon, je gaat ook echt heen voor je rust, weet je wel? Ja. Ga jij liever naar een pretpark? Dat vind ik echt heel cool, deze vraag voor jou. Of een waterpark? Mensen snappen het echt niet waarom ik aan het lachen ben nu. Ik denk waterpark, toch? Echt, Nessie had er gewoond om elke keer als we op vakantie gingen. En ik hou totaal niet van water. Om dan elke keer mee te nemen naar een waterpark. Ik moest in elke land naar een waterpark toe. Ja. Ik haatte mijn leven. En ik was echt zo heel geforceerd. Oh yeah, wat leuk! Ja, dat is omdat we dat vroeger thuis ook altijd deden. Ja, dus dan moet ik. Omdat je dat als kind deed, moet ik elke keer meer naar een waterpark. Maar dat is gewoon leuk. Oh jongens, ik haatte mijn leven. Tot jouw laatste ervaring. Wat was jouw laatste ervaring waardoor je zelf niet meer er naartoe wou? Wat dan? Volgens mij was dat Dubai. Weet je nog? Ja. Toen gingen we naar een waterpark. En we hadden echt zulke hoge verwachtingen. Oh, we missen echt een mes, hè? Wil je mes? Nou, maakt niet uit. Oh, ja. En het viel zo zwaar tegen. Ja, man, die zoog echt, man. Mm-hmm. Die park was echt gaar. Dat was in, hoe heet het hotel ook alweer? Atlantis. Ah, ja. Ja. Atlantis, maar goed. Maar het is ook omdat het wordt te erg opgehaald. En we hadden er ook echt best wel veel voor betaald. Maar het sloeg echt nergens op. Het sloeg echt nergens op, vond ik. En Nessie ook niet. En hij houdt echt van waterparken, hè? Ja. En toen wouden we daar ook nog eten, maar dat was ook echt. Oh, godverdomme. Ja, eten was ook. Ja, eten was ook niet te gaan dan man. Gewoon echt cheap. Ja. En het ergste van allemaal, we hadden allebei daarna buikpijn. Maar we hebben wel gegeten, toch daar? Ja, we hebben daarna gelijk buikpijn gegeven. Oh ja, zo'n gore burgerachtig iets was dat. Jezus, was dat slecht, zeg. Mm-hmm. Dus daarna zijn we nooit meer naar een waterpark gegaan. Gelukkig. Nou, was er ook een waterpark in Bali, of niet? We reden langs of zo, toen moest je lachen, maar ik dacht, ik ga het nooit doen. Echt niet meer. Ja, past wel. Ja, dat is echt grappig. Oké. Dan moet je kiezen tussen twee continenten en dan moet je uitleggen waarom. Mm-hmm. Afrika of Azië? Als zin om te wonen of vakantie of maakt het niet uit? Gewoon als continent. Denk Afrika. Waarom? Dat had ik niet zien aankomen. Omdat ik het nog nooit heb gezien. Mm-hmm. Ja, behalve Marokko dan, maar goed. Mm-hmm. En er is iets rondom Afrika wat gewoon, je weet toch, Mother Nature is daar gewoon. Ja, echt zo krachtig. Ja man. Ik weet wat je bedoelt, maar waarom niet Azië? Azië, ja. Maar de Oosten hoort ook bij Azië. Oh ja. Ja. Niet zo benadrukt. Zelfs Turkije heeft een Aziatisch gedeelte. Dat is zo grappig, ik zie het zeg maar, het Midden-Oosten zie ik echt als iets apart. Ik zie het niet als. Ik dacht vroeger dat het een eigen continent was, weet je dat? Midden-Oosten. Gewoon echt eigen ding. Ja. Ja, Midden-Oosten is toch zo groot, zeg maar, in mijn hoofd. En later hoorde ik dus pas dat we bij Azië hoorden. Ik snapte daar niks van, dus we hoorden. Ja. Maar dan zijn wij gewoon West-Azië. Ik ga nu de manten proeven. Kijk, er is één stuk manten bij de Afghanen. Ja, groot man. Even kijken. Oh, hij is ook echt. Kijk, ik zei het toch. Ze vullen het echt. Ik weet niet of het goed te zien is voor jullie. Het is zo jammer dat ik zo snel vol zit altijd. Mm-hmm. Is die gek? Mm-hmm. Echt? Mm-hmm. Echt lekker. Ik vind het ook echt qua kruiden, vind ik het echt zo lekker. Ja, die kebab is ook goed, hoor. Ja. Nog een stukje proberen? Tuurlijk. Wil je eerst proberen? Maar je zet er wel yoghurt op. Ja.
Zie je dat niet? Met munten erop. En wat ben je aan het eten? Salata. Salata. Probeer een beetje van alles erin. Ik hou ook van deze aardappelen die echt zo lekker gekruid zijn. Tomatensaus. Ik hou daarvan. En ook echt gewoon in combinatie. Ik moet echt een mes hebben. Heftig. En dan in combinatie gewoon lekker met rijst. Even zo even pakken. Vind ik ook echt zo lekker. Mm-hmm. Ben je daarmee opgegroeid? Zo aardappelen met rijst eten? Nee. Echt? Nee. Heb je het nooit gehad? Zo? Ik ben wel opgegroeid met rijst. Vet voor de hand liggen. Even kijken. Wat was jouw favoriete spel als kind? Mijn favoriete spel? Ja. Als in gezelschapsspel of zo. Ja, maar nee, dat staat er niet bij. Weet ik veel. Je vraagt even soms door aan mij alsof ik die vraag heb verzonnen. Doe eens even normaal. Als in, als... Wat wil je, ja, wat ik wil weten, wat jij wil weten toch voor mij? Ik vond vroeger Verstoppertje echt leuk. Verstoppertje was gruwelijk. En ken je het spel met die krijt, zeg maar? Dat je dan aanwijzingen op de grond, zeg maar, moest noteren. En dan? In de wijk. En dat iemand jou dan aan de hand van die aanwijzingen moet zoeken. En echt? Oh my god. Klinkt wel leuk. Een soort van speurtocht is het. Dat deed ik vroeger altijd. En dan ging je echt heel ver en dan kijken of iemand je vindt of niet. Ja, wij speelden vroeger ook wel eens legertje. Dan gingen we van stokken gingen we wapens maken. Oha! Nee, niet echt wapens, maar gewoon alsof het een wapen was, zeg maar. En dan maken we een schietgeluid. Van die schietgeluiden en zo. Maar had je vroeger nooit een bomhut of zo gemaakt? Nee, ik was niet zo handig. Maar... Bij ons was je al heel snel de sukkel als je een bomhut ging maken. Bij ons was het of voetballen of vechten of... Weet je serieus? Ja, toch? Niemand had bomhut voor Nederlanders, man. Nederlanders had bomhut. Ik had dat. Echt? Mm-hmm. Jezus. Ja, maar jij komt ook uit de Almelo. Welk liedje doet je heel erg denken aan jouw childhood? Dus, bij mij is heel veel hand liggen, Britney Spears. Baby One More Time. Ik moet echt denken van toen ik echt zo heel jong was, net in Nederland, dans op muziek die ik niet versta. Ja, bij mij veel, man. Backstreet Boys, Craig David. Als je net bent van Fire. Backstreet Boys. Ja, niet fan, maar... Als ik denk aan muziek van die tijd. Oh, dat is leuk, hè? Boybands, wat was jouw favoriet tussen deze drie? Je had Backstreet Boys, NSYNC en Five. En je had er nog eentje, die waren ook populair. Die Britten. Boyzone. Ken je Boyzone? Nee, ik ben echt niet gesproken. Maar welke is jouw favoriet? Volgens mij Backstreet Boys. Omdat het echt zo meer... Ja, ik denk het wel Backstreet Boys. Maar iets meer mainstream. Maar dat was een NSYNC. Weet jullie laatst trouwens weer samen was gekomen? Moet jullie in een groep uit Nederland nou, die vier? Twee chicks, twee boys. Fingerboys. Ja, ik man. Ben naar een concert geweest. Nee, was het Fingerboys? Ik bedoel die andere. Kresse. Nee, Kresse. Dat is toch iets helemaal anders. Wat bedoel je? Ik weet niet, man. Starmaker, Kjorik. Was een Kjorik? Maar nee, met zo'n donkere chick met dreads had ze. Dat is Venga Boys. Ja, oké, dan kan misschien zijn. Oh my god. Zijn Nederlanders? Ibiza. Wat zijn Nederlanders? Ja, ik ben naar hun optreden geweest. Wanneer? Toen ze al niet meer hot waren. Dus echt, toen, zeg maar, toen ik met jou ging al. Ja? Ja, toen kwamen ze bij ons in de buurt, kwamen ze optreden. Ik ging daar gewoon heen. Ik was daar vooraan. Was het niet de dag dat Ali B ook kan optreden? Ja. Echt een sukkel, joh. Fucking beschut. Ik kwam met zijn hele bende optreden. Met Daryl. Ja, hij had iedereen meegenomen. Daryl, weet ik veel wat. Ja, maar ik ging echt voor Fanga Boys, besef dat. Ken je nog de Free Record Shop? Ja, tuurlijk. Wat was je eerste single die je ooit hebt gekocht? Ik heb nooit een single gekocht. Echt? Ja. Jezus. Ik heet altijd branden. Heb je nooit zo'n 5 euro singeltje gekocht? Nee, ik heb altijd cd's gebrand. Wauw. Echt een idee, jongen, hè? Ik deed dat later pas. Ik heb eerst ik had een vriendin die altijd alle cd's had en daar was ik altijd zo jaloers op. Je had de Hitzone. Ken je vroeger de Hitzone? Hitzone. Ik had Hitzone 9. Zij had elke Hitzone. Ze had de album van Britney Spears en ik heb het allemaal gebrand. Van haar.
Hit Zone 19 had ik nog. Mm-hmm. Ik liet ook nooit vriendjes bij mij thuis spelen. Waarom? Ik ging altijd bij hun spelen. Waarom? Ik had niks thuis. Ik schaamde mij. Zeg maar, hun hadden allemaal speelgoed en PlayStation en al die shit. En ik had een gitaar. En ik van ja. Ging je soms ook gewoon met mensen spelen puur omdat ze dit leuke dingen hadden? Tuurlijk! Hun hebben allemaal shit die ik thuis niet heb. Wat? Een tapijt op de grond voor auto's? Ik ben bij jou. Jouw ouders een dochter hadden gekregen in plaats van jou. Hoe zou je dan. Ja, hoe zou ze dan heten? Wat voor naam hadden ze dan in gedachten voor jou, zeg maar? Als jij een meisje werd. Bel mijn moeder, weet ik niet. Bel je moeder, alsjeblieft, wil je moeder. Wil je vragen die vraag. Hoe had ik geheten als ik een meisje was? Ja, mijn moeder gaat me weer voor schut zetten. Dat is zo leuk. Weet ik niet, hoor. Dit is zo leuk. Salam alaikum. Aleikum salam. Ben je lekker aan het breien, jongen? Mondkapje voor je vader. Kijk, je hebt, zeg maar, je hebt een dochter en een zoon, nee man? Een dochter en een zoon, ja, oké. Okay. Ik ben jouw zoon. Wat? Maar hoe zou ik geheten hebben als ik een dochter was? Nisme. Echt? Is dat echt? Weet ik veel. Toch? Nissim, vrouwelijke versie van Nissim. Nisme, toch? Nisme. Nisme. Dat is Oké, wie is de eerste persoon die je belt als er iets goeds gebeurt, zeg maar? Als je goed nieuws hebt. Wie denk je? Mij? Oké, als ik er niet... Ja, even mij niet meegerekend dan. Mijn moeder. Ze is ook boos. Dat is wel serieus. Mijn moeder. En als er iets slechts gebeurt, wie bel je dan als eerst? Ook jou. En daarna? Ook mijn moeder. Ook mijn moeder. Wie is die? Wie moet bellen? Wie heb ik? Mijn moeder. Alleen mij en jouw moeder. Nou, of ik bel Fanny op. Jeet, de berg, die neemt ook niet altijd op. Moet mensen even die opnemen toch? Ja. Alleen na 8 uur bereikbaar. Ja. Nee, ik ben wel, ja. Als je nummer, jij staat ook nummer 1. Op mijn telefoon sneltoets. Oh echt? Ja, ja. Maar hoe doe je dat? Gebruik je dat trouwens, een sneltoets? Ja, in de auto toch? Dan heb je 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. Dan kan ik gewoon op de cijfers drukken, dan krijg ik Oh, dus ik ben echt nummer 1. Mm-hmm. Wat fantastisch, Nessie. En jij, wie wil jij? Eigenlijk een beetje hetzelfde. Natuurlijk, ja, niet anders bellen. Oh, nou eigenlijk ook niet altijd. Soms app ik net wel eerder dan jij. Oh god hoor. Mijn nieuwe vrienden. Maar jij hebt ook geen nieuwe vrienden? Ik krijg eerder dan jij. Wel, mijn moeder belt mij. Mijn handen wassen. Nou. Hey, doei. Veel succes nog met de Ramadan allemaal. En deel hieronder wat jij eet. Dat is leuk. Ja, toch een beetje inspiratie toch? Misschien krijgen ze goede ideeën wat wij kunnen eten nog. Oké, is goed. Doei, doei. Ik heb mijn vinger gesneden. Oh. Ik heb een beetje gesneden.